Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom, ik ben Rebecca Sikkema en ik ga je vandaag weer meenemen in een hele leuke video. Acrylgieten. Ik vind het top en ik heb dit keer gedacht, ik wil een hele leuke andere, weer nieuwe of iets andere techniek doen. Ik ga eens een keertje ontdekken hoe het zit met die knikker. En ik heb dat al eens eerder laten zien in mijn kanaal, op mijn kanaal. Videokanaal kun je meer video's vinden van de knikker. In het Engels heet het een marble. En ik ga je alvast het resultaat laten zien. Kijk, dit is die. Een flink grote. Hij is 50 centimeter doorsnee, deze ronde plaat. En ja, ik moet zeggen, ik ben heel tevreden. Hij is nog aan het uitharden. Dus hij moet nog een vernis of een epoxylaagje hebben. Ik denk dat ik er epoxy op ga proberen te doen. En in deze video zie je hoe ik dit maakte. Dus kijk gerust even verder. Mijn verf staat klaar. Ik heb hier zo grijze restverf. Zo'n over. Wat ik ga gebruiken als basis. Dan heb ik een turquoise. En ik heb een mosgroen, waar ook een beetje turquoise in zit. Ik heb een appeltjesgroen. Ik heb een zelfgemaakte donkerder rood. Ik heb zelfgemaakte reflex. Nee, dat is reflexroze. Dit is gewoon rood, maar er zit een klein beetje wit in. Dan heb ik wat wit, om alles wat lichter te maken, eventueel. En wat goud. En daar ga ik mee werken. Ik ga ook een witte celactivator gebruiken. En dat ga ik aanbrengen met een paletmes. Ik ga beginnen met wat restverf hier opdoen. Eens even kijken hoe hij gaat beginnen.
Zo, ik denk dat hij zo moet blijven. En nu ga ik een beetje swipen. Als me dat lukt. Eens kijken wat we ervan bakken. Is leuk. We hebben straks wel dat alles hier zit. We moeten even kijken hoe dat gaat dadelijk. Laten we eerst maar eens met deze. Het is nog een beetje aan de grote kant. Maar toch zou ik het willen. Of deze. Dit is te groot. Let's try this one first. Let's just screw the rest of it. De celactivator lijkt niet helemaal lekker te doen. Wat ik ga doen is even iets anders proberen. Dat lijkt beter. Daar hebben we zeker wat aan. Eens even kijken wat we hier nog kunnen doen. Ja. Ik druppelde. Die zijn zelfs wel leuk. Nou, dit is mooi. Die is mooi. Ah, die komt nu ook op. Dat is leuk. Kijk aan. Nou, ja, dat is leuk. Die gaan natuurlijk wel die kant op. Maar het is toch wel, het heeft wel iets, dit. Ik ben heel benieuwd of ik dit voor elkaar krijg, wat ik wil. Ik ga denk ik hier ook nog doen. Mijn handdoek weg. Ik ga hem draaien. Geef hem nog één keer een draai. Als dat nog lukt, want hij is nu natuurlijk super nat aan alle kanten. Ja, wauw. Wauw. Nou, ik ga eventjes de camera erop halen. Om je te laten zien hoe die eruit ziet. Nou, hier is die dan. En ik ga er eventjes inzoomen voor wat details. En again heb ik schaduw erin. Het is heel lastig met het licht, maar hij is heel mooi. Mooie details. Dan hier dit stuk ook, kijk. Ik geloof dat ik wel tevreden ben. Ik vind de kleuren erg mooi. En ja. Hey, vertel me wat jij ervan vindt. In de comments. Tell me what you think.
En wat moet ik de volgende keer doen? Deze cellen, ze zijn redelijk. Maar ze zijn best mooi. Ze zijn best goed. En deze ook. Kijk. Zo gaaf. Hier ook. Zeker wel gaaf. En het geheel, ja. Het geheel genomen ben ik heel tevreden. Zo, dat was die weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt. En als dat zo is, geef dan deze video een like. En mocht je nog meer video's van mij willen zien, abonneer je dan op mijn kanaal. Tot gauw!